Hallo, ik ben Jesse van WPS en in deze videoserie laten we zien hoe je Park ID 3.0 bedient. We hebben vier rollen gedefinieerd in de software. Intercom operator, baliemedewerker, financieel medewerker en technisch beheerder. We focussen in deze video op de rol intercom operator. De taken die in deze video aan bod komen zijn inloggen, status van het systeem inzien, automatisch een intercom oproep beantwoorden, handmatig een intercom oproep beantwoorden, de handelingen bij de in- en uitgang, de handelingen bij de kassa en het uitloggen. Wil je meer informatie over de taken die bij de andere rollen horen? Kijk dan in de beschrijving onder deze video voor een overzicht. Om het systeem te bedienen heb je logingegevens nodig op basis van je e-mailadres. Heb je die nog niet, dan kan de technisch beheerder een account voor je aanmaken. Je ontvangt dan een e-mail waarna je zelf een veilig wachtwoord kunt creëren. Park ID 3 heeft een andere inlog dan eerdere versies van Park ID. Ook nieuw in Park ID 3 zijn de automatische pop-ups die verschijnen bij een intercom oproep. Kies in dit browserscherm voor accepteren. Dit zorgt ervoor dat de oproepen ook op je desktop verschijnen, zelfs als je browser op de achtergrond draait. Eenmaal ingelogd verschijnt het hoofdscherm voor de intercom operator met vier secties. De navigatiebalk bovenin, de lijst met belangrijkste systeemwaarschuwingen, een lijst met recente handelingen door operators en het zoekscherm om klanten mee op te zoeken. Een eerste idee van de status van het systeem krijgt u al bij het openingsscherm. U ziet namelijk of er belangrijke waarschuwingen zijn. En bij het operatoroverzicht ziet u niet alleen waar u zelf mee bezig bent geweest, maar ook de acties van uw collega's. Klik nu op garages. Omdat u met Park ID 3 meerdere garages vanuit één omgeving kunt beheren, ziet u hier een lijst van de garages waar u toegang toe heeft. In dit voorbeeld zijn dat Fifth Avenue, Oxford Street en Penny Lane. De stations zijn per sectie gegroepeerd. In de sectie ziet u ook de relevante tellerstand. Omdat betaalautomaten vaak niet aan een specifieke sectie zijn toegewezen, staan deze rechts. De icoontjes van elk station geven de status weer. Zo ziet u eenvoudig of een station verbonden is, wat de operatiemodus is en de bewegingen van de slagboom worden live getoond. U kunt op elk station klikken voor meer detailinformatie. De belangrijkste manier van navigeren voor intercom operators is het gebruik van de automatische pop-up bij de intercom oproep. Zodra een klant op de intercomknop drukt, wordt het signaal zowel aan de intercomcentrale als aan Park ID doorgegeven, waardoor de pop-up verschijnt. Oudere stations zouden deze dubbele bekabeling kunnen missen. Vraagt u daarom WPS naar de mogelijkheden als er bij u geen pop-ups verschijnen. Door nu op de pop-up te klikken, komt u direct in het scherm met alle relevante informatie over de klant en het station. Als u geen automatische pop-ups krijgt, dan kunt u zelf eenvoudig naar het relevante station navigeren. Hiervoor klikt u op Garages, vervolgens selecteert u de juiste garage, gevolgd door het station waar de oproep vandaan komt. Als laatste klapt u het item Huidige gebeurtenissen uit. Als er iemand voor de slagboom staat, zijn er meerdere mogelijkheden. U kunt handmatig de slagboom openen. Bij sommige organisaties moet u een reden invoeren voor de administratie. U ziet dat het livescherm verandert en de bezoeker kan binnen of buiten rijden. Is het een bekende klant, dan klikt u op de klantnaam en komt u op het detailscherm. Hier kunt u de klant een anti-passback reset geven. Als de klant nogmaals zijn pasje aanbiedt, zal het systeem de klant wel doorlaten. U kunt waar nodig ook de contractsvorm wijzigen. Wordt er niemand binnengelaten omdat de garageteller op vol staat, dan kunt u die teller aanpassen. Ga terug naar het garageoverzicht, klik de gewenste teller aan, geef de juiste waarde in en sla deze op. Als de intercom oproep bij een kassa vandaan komt, heeft u verschillende mogelijkheden om de klant te helpen. U kijkt live mee met wat de klant op het scherm ziet. Zodoende kunt u zien of uw aanwijzingen opgevolgd worden. U heeft ook inzage in de status van de kassa, zowel de inhoud van het cashsysteem
als een overzicht van acties zoals kluislegingen. In de meeste gevallen zult u een vervangende of verloren kaart willen uitgeven. U heeft daarbij de keuze uit het opzoeken van de klant, vaak op kenteken, of het zelf bepalen van de prijs van de vervangende kaart. U kunt hiervoor een standaard verloren kaart uitgeven, de automatische berekening vanaf een begintijd gebruiken of een vast bedrag ingeven. Als laatste laat ik u zien hoe u de taal wijzigt en uitlogt. Klik rechtsboven op uw naam. U krijgt nu de taalkeuze te zien. Uw gekozen taal blijft opgeslagen voor de volgende sessie. Om af te sluiten, klikt u op de uitlogknop. Bedankt voor het bekijken van deze uitleg. In de beschrijving hieronder ziet u welke video's er nog meer beschikbaar zijn.